een beetje posen voor hem. Ja! 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 Wat je deed to me. Wat je deed to me. Wat je deed to me. Ik knip het er niet uit, nee, natuurlijk. Gaat dat hier? Nee, joh, het is net als de Passion, geen maar. Het gaat gewoon door. Hey Birgit, hier, Discover. Je pakt het weer op, hè? Ja, ik pak het weer op, omdat dit is mijn derde theatervoorstelling. Ja. En mijn laatste eigen theatervoorstelling, dus dan heb ik het niet over de Dreamgirls. Jee. Nou, dat is alweer ruim 4 jaar geleden. Misschien wel 5. Ja. En het probleem is, als je zo lang wegblijft uit de theaters, moet je toch ook weer de zieltjes winnen. En heb ik natuurlijk de musical Dreamgirls gedaan. Ja. En dat was natuurlijk ook fantastisch. Maar het werd ook wel weer tijd dat het publiek weer even kennis gingen maken met mij. Ja. Met mij. En mensen kennen mij inmiddels, hè, inderdaad, de Passion en de Dreamgirls en de Ladies of Soul en alle andere dingen die ik allemaal heb gedaan. Ja. Maar ik had nu wel de behoefte om weer dat de mensen gewoon weer even kennis gingen maken met Birgit. En vandaar dat we hebben gekozen voor de titel Discover Birgit Lewis. Ja. En het gaat eigenlijk over het ontdekken in de breedste zin van het woord. Ja. Het ontdekken. Is het interactief of zo, dat ontdekken? Misschien een beetje. Het publiek zegt gewoon even. Ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd naar het publiek. Hè. Misschien ontdekken ze vanavond wel nieuwe muziek. Ja. Ontdekken ze wel een nieuwe kracht of een nieuw talent die in zich zat, maar nooit naar buiten is gekomen. En daar ga ik dus over vertellen en zingen. En dat gaat gepaard met hele leuke anekdotes van vroeger. Dat ik een klein meisje was, hoe ik ben begonnen met de muziek en waar ik mijn inspiratie vandaan heb gehaald. En dat soort verhalen eigenlijk. En dat gaat ook gepaard met hele leuke visuals op de achtergrond. Ja. Ik ben een jaar lang gevolgd met een camera. Cameraman. En die heeft gewoon hele leuke dingen vastgelegd. Ja. Dus ja, mensen kunnen het zien. Er wordt over verteld, er wordt over gezongen. En wat ook heel leuk is om te vertellen, is dat wij elke plaats waar wij komen, of elke stad waar wij komen, een plaatselijk talent uitnodigen om met ons mee te doen. Oké. Ja, ik heb 2 weken geleden een masterclass gegeven. En ik heb een oproep gedaan. En heel zingend Nederland kon zich aanmelden. En dat is echt fantastisch, want we hebben zoveel aanmeldingen gehad. En daaruit hebben we een aantal deelnemers gekozen die met ons samen mogen toeren. Oh, geweldig. Dus het is heel leuk. Dus het is niet alleen mij ontdekken, maar ook nieuw talent. Dus het draait niet allemaal om mij. Fantastische backing vocalisten. Je ziet ze al lopen. Ja, niemand ziet er maar niet uit. Jongens, dat kan hier. Mag er maar niet uit. Mijn broer. Heb ik nu ook meegenomen op tour. Alvin Lewis is ook onze muzikale leider. Mijn zus die kookt, dus die gaat ook elke keer mee met de heerlijke eten. En, en mijn lieve partner, die is product manager. Dus ja, het is ook een beetje een family affair. En dat houdt de boel ook wel heel erg warm. Ook voor de rest van de muzikanten. Ja. Ze komen echt in een warm nest. Nou, zeg, een theatertour is toch ook wel met de billen bloot eigenlijk. Want je zit echt wel boven het publiek eigenlijk. Ja, het is best wel spannend. Omdat mensen zitten en die gaan echt naar je luisteren. Ik ben gewend om op evenementen te staan en in clubs op te treden. En dan heb je een bar en er gebeurt er van alles. En mensen komen wel voor jou en die luisteren wel. Op een andere manier, het is een andere setting. Ja. En het theater, mensen zitten en die luisteren echt naar jou. Dus je moet wel echt wat te vertellen hebben. Ja. En ze kopen natuurlijk niet zomaar een kaartje, weet je. Dus dat vind ik ook wel spannend. Maar het is een gezonde spanning. Het is een goede spanning. Okay. Heel veel mensen vragen zich ook af van, hoezo ben jij nog zenuwachtig? Je hebt zoveel dingen gedaan. Je hebt laatst alweer 3 dagen in de Ziggo Dome gestaan voor 3 keer 15.000 man. Ja, maar eigenlijk zo'n iets kleiner gezelschap is
is enger.